Johan, we zijn hier nu niet bij de oudste herberg van de stad, maar het is wel al een heel oud horecapand. In 1900 zat hier al het Maastrichts bierhuis. Dat is, maar je hebt nu ook een verhaal dat wel samenhangt met het horecaleven in Middelburg? Of, Ja, en daarbuiten, want mensen drinken overal. Maar... Ja. Ja. En daar was deze moeder ook, we weten de naam niet van de moeder, maar die was daar wel enigszins bang voor. En ze schrijft aan één zoon, die verblijft op zee, dat is Willem Cornelissen Blok. Maar eigenlijk is de brief meer bedoeld voor Jan Jans Blok. Dat is de drinker van de twee. Ze schrijft bijvoorbeeld, ik laat u liever weten als dat ik lange tijd ziek geweest ben met de roeze, dus dat is wondroos. Ik hoop dat het met u lieve en de met Jan beter is. Maar dan schrijft ze vervolgens, ik wilde wel dat gij Jans geld bestierde, dat hij niet in verdroemte. En daar bedoelt ze dus mee dat Jan eigenlijk al zijn geld opdringt. En hoe zegt ze dat dan, in verdroemte? Verdroemte, ja, het is echt helemaal fonetisch geschreven. Dit is echt gewoon iemand uit de volksklasse die wel heeft leren lezen en schrijven, maar dit amper doet. Dus eigenlijk is de spelling van alle woorden haar volstrekt vreemd. Ze schrijft het een klein beetje op zoals ze het zelf hoort en denkt dat het geschreven is. Maar dan is het nog verdroemte, wat bedoelt ze dat precies? Verdroemte, verdronk. Oh, zo. Ja. Er zit ook nog een Zeeuwse klank in. Ja. Dat is het leuke ook aan deze Zeeuwse zeepostbrief. Het is ook gewoon echt in dialect geschreven. Oh ja. En dan ook nog eens fonetisch. Maar dat is toch eigenlijk dan ook wel, ja, ik begin nu weer over taal, maar dat is toch voor taalkundig is het dan ook razend interessant eigenlijk? Ja, uiteraard. Ja. Maar die hebben zich inmiddels ook al wel op dit soort brievenprojecten gestort. Ja, maar die jongen ja, die zoveel dronk, daar is verder ook geen taal nog teken of... Daar is inderdaad ook niks meer van vernomen. Het duurt dan trouw elke maand zijn geld laat hij aan zijn moeder overmaken, zodat hij ervan kan leven. Maar dat doet Jan Jansblok dus kennelijk niet. En ze sluit dan ook af met haar toestand te beschrijven. Zijt Jan, dus zeg aan Jan, dat hij wat zorgen draagt, want daar is niet te wennen. Veel armoe zal daar wezen. Ja. Ergens anders in de brief schrijft ze ook dat ze dat geld echt nodig heeft om spek te kunnen kopen. Het klinkt toch een beetje als een bekend verhaal. Moeders die zich zorgen maken om drinkende kinderen. Ja. Kom je in je brief ook wel eens tegen wat er in die tijd gedronken werd? Was dat brandewijn vooral of was dat jenever en zo? Dat bestond nog niet echt, hè? Nee, zeker niet voor de volksklasse. Dus de gewone mensen die dronken echt lichtere biersoorten. Dus dat was ook niet zo zwaar als de pils die wij nu kennen van 5%. Maar dat was iets lichter. En als het dan feest was, dan werden er iets zwaardere bieren gedronken. Aan boord van een schip kreeg je wel eens een oorlam en dat was dan meestal brandewijn inderdaad, maar daar waren ze ook niet echt scheutig mee. En in de kajuit zelf, daar werd dan eigenlijk voornamelijk wijn geconsumeerd en dat ging ook in rijme hoeveelheden mee aan boord. Maar op zich dronken de meeste bemanningsleden, die dronken gewoon overdag bier. De reden daarvan was natuurlijk dat als je water meenam aan boord en zeker als je naar warmere streken toe ging, dat was binnen de kortste keren bedorven en bier dat bleef gewoon veel langer goed. Ja, moet je nou eens zien kijken als je een keer een biertje neemt op je werk. dat zijn toch mooie dingen. En oorlam is ook weer zoiets dat ik denk, oorlam, ja dat woord ken je, maar dat is ook echt van vroege tijden. Maar was dat dan eigenlijk een borrel van de baas? Ja, dat was gewoon dat kreeg een wacht of de hele bemanning van het schip. Als er een bijzondere prestatie was geleverd, dus bijvoorbeeld als er een hele zware storm was geweest en iedereen had zich extra in moeten zetten om het schip te behouden, dan deed een kapitein zoiets. Nou ja, jij hebt nu vier brieven voor gelezen, vind ik ook wel een mooie prestatie, dus dat oorlam hou je te goed voor het moment dat de cafés hier weer open gaan, goed? Ja, helaas kan dat niet meer op het werk. Ja. Dank je.